Ja, voelde jij ook soms een alien, een vreemde eend in de bijt? Ga jij nogal een keer een stukje sneller dan jouw collega's? Of heb je het gevoel dat je heel rare ideeën hebt? Als je dat in de groep smijt, dat zo iedereen wel raar naar je kijkt. Misschien hebben er ook wel al mensen jou voorzichtig benoemd dat je mogelijk zo hoogbegaafd bent, maar dat word je al helemaal zenuwachtig van. Dat associeerde mij eigenlijk met een slimme, een Einstein. Iemand die echt wel weet hoe dat alles in elkaar zit, dat heb je niet. Maar ja, je bent toch anders en het gaat toch allemaal net iets sneller bij jou. En de koetjes en kalfjes verhalen, ja, daar kan je ook al zoveel geen tijd in steken. Als je dan op zoek bent naar jezelf, weet dan dat een van de beste manieren om jezelf te vinden is om in contact te komen met mensen die zijn zoals jij. Het gaat een beetje raar klinken, nou, om jezelf te vinden moet anderen vinden. Maar een van die redenen waarom dat hoogbegaafden zichzelf zo goed als nooit hoogbegaafd willen noemen, is omdat ze dan het gevoel hebben dat ze uit de groep vallen, dat ze dan een vreemde zijn en dat ze dan anders zijn dan anders. Verkeerde ideeën hebben over wat dat dan eigenlijk inhoudt. En wat doet dan zo'n groep als je zo in contact gaat komen met andere ontwikkelingsgelijken? En dat zien we elke keer, zowel in onze themaavonden als in onze groepstrajecten voor volwassenen, dat als hoogbegaafden samenkomen, dat ondanks het feit dat dat allemaal wel heel verschillende personen zijn, met heel unieke capaciteiten, is er toch een soort van bounding, een soort van link, een soort van een gevoel van thuiskomen dat ze hebben, omdat ze toch niet blijken alleen op de wereld te staan. En dat is best wel een krachtig effect dat dat heeft. Dus ben je ook op zoek naar zo'n ontwikkelingsgelijke en wil je eigenlijk ook wel meer leren rond hoogbegaafdheid, maar dan in praktijk, niet uit de boekjes, maar wat wil dat nu zeggen voor jou als hoogbegaafde volwassenen? Wat wil dat zeggen voor jouw carrière, maar ook wat wil dat zeggen in relatie, thuis, met familie, met vrienden? Dus eigenlijk aan een 360 rond jouw hoogbegaafdheid, dan is deze bootcamp zeker iets dat de moeite waard is om eens naar te kijken. Ook geen paniek, het is niet omdat je op de knop klikt dat je direct ingeschreven bent. We doen heel bewust eerst een intakegesprek. Intakegesprek heeft twee doelen. Eén, om goed af te toetsen naar wat je op zoek bent en te kijken of er een match is met het traject. En twee, om ook te kijken naar de anderen toe dat, dat je gaat passen in de groep. Allee, passen in de groep in de ruime zin van het woord. Hè. Dus dat we wel onder ontwikkelingsgelijken gaan zetten. Hoe gaat het traject zelf? Eigenlijk is het traject zelf vooral bedoeld om connectie te maken en om ervaring te delen. Maar het is ook zeker ook de bedoeling om er een aantal tools in al aan te reiken waar dat je eigenlijk de dag zelf en daarna al mee aan de slag kan.